We zijn nu net zondag teruggekomen van het toernooi. Zondag was ook de finale die we eigenlijk zouden spelen, die we hebben opgegeven. Ja, het gaat wel steeds beter, dat is wel iets wat ik ervan weet. Maar het is eigenlijk tot op zaterdag opbouwen en dan zaterdag echt het testmoment waarop we gewoon weer echt een wedstrijdachtige training hebben. En dan kan ik pas echt goed zeggen hoe het is en of we ook daadwerkelijk Moskou gaan spelen volgende week. Want wat is precies het probleem? Nou, ik heb een kniepees, die heb ik vorig jaar heb ik er een klein scheurtje in gehad. En het is nu, dat is gewoon weer volledig hersteld en dat was weer helemaal goed. Alleen dat is wel precies dezelfde plek als waar ik nu dan wat pijn heb. Dus het zijn waarschijnlijk wat vezels waar wat scheurtjes in zitten in de kniepees. En ja, dat is een hele lichte vorm van. Maar het was wel gewoon iets waar we echt gewoon mee uit moeten kijken. Omdat we zeker gezien de geschiedenis dat het een keer gewoon een scheur in heeft gezeten. Om te zorgen dat dat niet echt gaat scheuren nu. Wat ervoor zorgt dat ik gewoon minimaal 2 maanden eruit lig. Ja, want dan komt dat WK in gevaar. Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. In hoeverre staat dat WK voor jullie op de tocht? Nee, dat is absoluut geen probleem. Het gaat, ja, zoals ik al aangeef, het gaat meer om of we volgende week spelen of de week daarna. Maar het WK dat is pas over, 30 dagen, 35 dagen. Dat is geen probleem, daar spelen we sowieso. Je zou wel kunnen zeggen, hè, Moskou is dan een vraag. Zou je niet gewoon zeggen, joh, laat Moskou even zitten, geen risico nu? Ja, dat snap ik dat je dat vraagt. Het is dus niet zo extreem, dat is het vooral. Het was gewoon afgelopen zondag echt een risico om op die dag zelf gewoon te spelen, omdat het ook de dag was waarop het gebeurd is. Maar in principe qua herstel, we hebben overleggen met sportartsen, met de fysiotherapeuten en die geven aan van in principe na deze rust van die aantal dagen die we al gehad hebben en de rustige opbouw die we nu doen, dan is het geen probleem om gewoon een toernooi te spelen. Dat kan het in principe niet erger maken. Jullie staan gewoon samen straks op de Hof 5 hier in Den Haag. Dat sowieso. Geen zorgen. Eerst in Rotterdam, hè? Maar daarna staan we op de Hof 5.